Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Wat voor FC Utrecht begon in Waalwijk, eindigde afgelopen zondag hier in stadion Galgenwaard. Eredivisie seizoen 2022-2023, wedstrijd tegen FC Emmen, waar staf en selectie niet al te lang bij stil kunnen staan. Want aankomende donderdag, dan begint de na-competitie. Mooi dat je kijkt naar deze ene laatste uitzending van FC Utrecht TV van dit seizoen, waarin we kort gaan terugblikken op Emmen thuis. Ruimschoots aandacht hebben voor de uitreiking van de Davy Di Tommaso trofee. We gaan toeleven naar de play-offs, maar beginnen met een terugblik bij de wedstrijd van afgelopen zondag. FC Utrecht dat het opnam tegen FC Emmen. Die ploeg was al geëindigd als nummer 16. Kortom, maakt zich nu op voor de na-competitie om in de Eredivisie te blijven. FC Utrecht, dat is al een heel klein beetje met het hoofd bij de play-offs om Europees voetbal. Twee ploegen die allebei zelfvertrouwen wilden tanken. En oké, ook een heel klein beetje centraal de topscorerstitel van Tasso Dufikas. Daar zijn de spelers van FC Utrecht met hun kinderen. De stoere van de Marel is gewoon ook vader, hè? En een hele lieve. Geen idee wat voor wedstrijd we kunnen verwachten. Laten we hopen op een open wedstrijd. Tractatie voor het massaal opgekomen publiek. Dat is toch wel tof. I think we had a couple of goals and I think we achieved them. We wanted to win the game. Ja, daar is de eerste al. Also we have to give credit. Especially the first goal that Emmen scored was also well done. Scholten, die weten we dat hij. En daar komt de goal van Emmen! Of course, we wanted to create chances, we wanted to play good. And hopefully Tarsus will be at the end of some of those. Het is Dufikas die je maakt! This is more like waiting for the goal in these situations. Yeah, it's okay, it's goal. En Diemers maakt hem! 2-2, Mark Diemers. Rood, hè? Huh? Rood. A lot of people think that 11 at 10 against 10 is just one way street. It's not. It's very very difficult. Weer een hoekschop van Utrecht en die vliegt erin. Yeah, I have my focus now in the playoffs because we don't have to celebrate a lot. We have to, yeah, this is the most important and we try all this year to take the European ticket. En wint Utrecht met 3-2 van Emmen. I think we can go into the playoffs with a good feeling. Now it's about getting everybody at 100% and then we're gonna go for it. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen na elk laatste reguliere thuisduel per seizoen in stadion Galgenwaard. De uitreiking van de Davy Di Tommaso trofee. Na afloop van de wedstrijd tegen FC Emmen werd bekend welke spelers van FC Utrecht door de supporters zijn verkozen tot meest gewaardeerde, geliefde spelers van seizoen 2022-2023. En ik kan een heel verhaal houden, maar ik begin gewoon met de nummer 3. 17,7% van de stemmen. Vasilas Barkas. Terecht dat de doelman bijna 20% van de stemmen heeft gekregen. Zeer terecht, want wat zou FC Utrecht zijn geweest zonder Barkas. Met 22,2% van de stemmen. Iets meer dan Barkas. Taylor Booth. Taylor Booth die vandaag niet in actie kwam. Mooie tweede plek voor Taylor Booth die echt wel blij is met de waardering van het publiek. En dan gaat dat moment dus komen. De Davy Di Tommaso trofee wordt uitgereikt. Hij is niet alleen topscorer van de Eredivisie, maar ook de winnaar met 40,6% van de stemmen. Dufikas! Wat een seizoen voor Tasos Dufikas. Gedeeld topscorer dus met Xavi Simons en de Davy Di Tommaso trofee 2022-2023. Thank you to everyone. Thank you guys. Yeah, it feels really nice. I'm very happy and for that the fans vote for me and yeah, it's really nice that I feel the love of the fans here. Yeah, I think it's a very good tradition every year here. It's always a special honor to be nominated for that prize, especially also with the circumstances around it. So I think the players getting the rewards should be proud of. Was it a good experience on the field with the three best voted players by the supporters? Yeah, I'm very happy for my prize, and I think I'm very happy that Vasilis is also in the third position, and it's nice that the two Greeks
have the the trophies. I think Taylor has also a very good season, and we're all deserve it. But I think a lot of players play really well this season, and yeah, that's it. En daar is het Doevikas! Doevikas! Tassos Doevikas! Tassos Doevikas, nummertje 19. En die valt erin. Doevikas krijgt hem op zijn hoofd. Bijna Pardoes hoe die bal op het hoofd krijgt. Doevikas achter de bal en Doevikas schiet hem binnen. Zo staat Utrecht weer voor. Doevikas, Dost is niet echt mee. Meldt zich nu wel. Doevikas. Doevikas, die schiet hij knap binnen. Nieuw Toornstra, Dost met de hakken en daar is hij, de hat-trick van Doevikas. 3 keer en dit is een wereldgoal. En daar is het Doevikas! Doevikas met zijn 5e. Deze lang wel eens goed, Doevikas. Doevikas! Oh, dat is een slipballetje. Doevikas! Tassos Doevikas schiet maar weer eens raak. Toornstra wordt daar gezocht. Doevikas komt hij eraan. Doevikas. En dan de 1-0 voor FC Utrecht door Doevikas. Boels besluit zelf te schieten. En de rebound is voor Boussaïd. En dan nu uit de draai de 2-0. En Doevikas voor de tweede keer in het midden van de streek. En daar komt ook Doevikas. Die is de 3e van deze wedstrijd maken. En dan staat hij in de dubbele cijfers. Doevikas. En hij zit erin. Vraag niet hoe, maar hij zit erin. Er kan een kruisje bij. Hoekschop van der Hoorn, kans, goal! 12e doelpunt van het seizoen voor de topscorer van FC Utrecht. Ja, nou is Doevikas los van Nauwer. Nou moet hij even een tijdje overbruggen, maar dat doet hij prima. Doevikas met de voorsprong voor FC Utrecht. Toornstra, Kleiber doorgelopen, kans, Doevikas! En goal! Anastasios, Doevikas. Dus is Kleiber weg. Daar is Doevikas en die zit er ook in. Dit is gewoon een prima goal. Zo lijkt het aan Doevikas voor nummer 16 van het seizoen. Jazeker, Tassos Doevikas. Achterste linie van RKC loopt achteruit. Doevikas, goal! Nu heeft hij zijn doelpunt. En Doevikas, de topscorer, laten we dat niet vergeten. Hier zijn eerste kans ook meteen benut. Het is niet te geloven. En die schiet door en die is binnen. En het is Doevikas! Het is Doevikas die hem maakt! Tassos Doevikas, nummertje 19. En kijken we hier naar de topscorer van Nederland. Waar het voetbalseizoen voor de meeste eredivisionisten al voorbij is, breken voor FC Utrecht toch wel de weken van de waarheid aan. De nacompetitie met als inzet een avontuur in de Conference League. Aankomende donderdag begint het eerste tweeluik met Sparta Rotterdam, een thuiswedstrijd hier in Stadion Galgenwaard. Vervolgd aankomende zondag met de wedstrijd op bezoek in Spanje. Ja, Sparta draait gewoon een heel goed seizoen. Hartstikke knap natuurlijk. En die zitten er ook goed in. Die gaan echt met een lekker gevoel de play-offs in. Dus aan ons natuurlijk om dat te doorbreken. En wat ik zei, daar gaan we wel alles aan doen. Sparta is boven ons geëindigd. Die hebben een heel goed seizoen gedraaid. Stabiel in wat ze hebben laten zien. Dat zie je ook aan het doelsaldo. Gewoon een goede ploeg. Maar wij zijn ook in goede vorm. Dus het zal een... Als het in percentage is, 50-50 zijn. En, wij willen het heel graag en dat moeten we laten zien en vooral naar onszelf kijken. In de laatste 8 eredivisieduels verloor FC Utrecht alleen van Feyenoord en Ajax. En dus lijkt de ploeg op tijd in vorm voor de play-offs. Jens Toornstra denkt dat ook. Ja, ik kom wat meer aan de bal. Dat komt ook omdat we dominanter zijn natuurlijk. Dan heb je vaker de bal en daar ligt wel het meeste mijn kracht, denk ik. Toch aan de bal en... Ja, dus het gevoel is goed, maar dat geeft geen zekerheid voor de komende wedstrijden. Maar we gaan er in ieder geval als team alles aan doen om net zo dominant te zijn. De laatste weken zie je dat het team hechter wordt. We zijn bezig met iets voor de play-offs klaarstomen. Daarin was er wel een duidelijke stijgende lijn te vinden, denk ik. Ook in de partijen die we dan verloren bij Feyenoord en Ajax. Heb ik ook een goed Utrecht gezien die als team speelde, die de afspraken nakwam. En dat is sowieso het belangrijkste. En die vliegt erin. Nick Viergever. Het zijn belangrijke goals tegenwoordig, spelervattingen. Dus daar zijn we gefocust op. Nee, fijn, leuk. Scoren is altijd fijn. Kids waren erbij, dus dat is leuk. Over Doevikas heen. Ja, daar is de eerste al.
Daar is de eerste al, Mike van der Hoorn. Wordt het dan zo'n middag hier? Hij stond daar nog bij die hoekschop. Ja, er was net de corner geweest, dus dan weet je dat de lange jongens nog voor de goal staan. En dan, ik zag Mike inderdaad bij de tweede paal lopen en die kopte mooi binnen. Wat is in aanloop naar die play-offs nou belangrijk om wel te doen en om niet te doen? Ik probeer altijd gewoon extra mijn rust te pakken. Dat doen we eigenlijk nu ook. De trainingen zijn niet heel zwaar, het is vooral tactisch wat we doen. En ik denk dat dat belangrijk is, dat iedereen weet wat het plan is. En als wij ons daaraan vasthouden en gewoon die energie erin leggen, dan hoop ik dat het goed komt. Toornstra weet hoe winnen in de play-offs met FC Utrecht voelt. Precies 10 jaar geleden was hij erbij toen de ploeg uit de Domstad ten koste van FC Twente de beslissende finale won. De middenvelder merkt dat heel Utrecht na 4 jaar weer snakt naar Europees voetbal. Ja, daar spelen we nu ook voor. Om de stad wat terug te geven en de supporters. En natuurlijk om volgend jaar ook buiten de landsgrenzen aan te gaan treden. Ja, nou ja, ik begin erover omdat ik neem die goal ben je niet vergeten, toch? Die je gemaakt hebt tegen Heerenveen. Die vrije trap? Ja. Ja, die weet ik nog. Ja. Zo. Ja, ik mag de vrije trappen wel nemen af en toe, maar dit jaar is het nog niet echt gelukt. Ja, dat was een bazooka was dat. Ja, dat was ook een periode in mijn carrière waarin alles vanzelf ging. En ik er gewoon heel lekker in zat. En dan vliegen zulke ballen er wel eens in, ja. Nick Viergever lag er van half februari tot half maart uit met een gebroken teen. Sindsdien is de aanvoerder weer een vaste waarde in de verdediging. Hij zat al snel weer op zijn normale niveau. Natuurlijk heb je wel wedstrijden nodig om weer in de ritme te komen met je maatjes om je heen. De juiste afstemming, dat heeft trainingen en wedstrijden vooral nodig. Dat heb ik ook nodig gehad. Daarin helpen resultaten wel natuurlijk. Maar iedereen had het wel nodig gehad. Een groot deel van het seizoen vormde Nick Viergever een koppel achterin met Mike van der Hoorn. Maar in de wedstrijd tegen Emmen kreeg Van der Hoorn rood. En dus is hij voor de heenwedstrijd tegen Sparta geschorst. Dat gebeurt eenmaal in een team. Dat je de ene keer ben je er wel bij, de andere keer ben je er niet bij. En dan moeten andere jongens weer opstaan en klaarstaan om zijn plekje op te vullen. En laten zien dat we een hecht team zijn, dat we iedereen nodig hebben. Dat zag je van de week ook natuurlijk toen hij uitviel. Dan moet opeens met 10 man spelen. Moet Ruben erin komen. Je gaat het niet met 11 man doen, maar met meerdere jongens. En daarom moet iedereen klaar zijn om zijn bijdrage te leveren. Dus ja, nu gaat het er echt om draaien. Nu moeten we klaar zijn. Nu moeten we alles fine-tunen. Hongerig zijn om dit soort wedstrijden te spelen. Ook als een ervaring mee te nemen bij de jonge jongens die er zijn. Omdat het toch een ander soort wedstrijd is als bijvoorbeeld tegen Emmen laatst. Tot zover FC Utrecht TV van deze week. Volgende week woensdag zijn we uiteraard gewoon weer bij je terug. Dan gaan we hopelijk nagenieten van die eerste wedstrijd. Twee leuk met Sparta Rotterdam natuurlijk in die play-offs. En hopelijk ook vooruitblikken op die finale die FC Utrecht dan gaat spelen. En over finales gesproken. Te gast aan het desk bij ons is Ferdy Vierklauw, hoofdtrainer van FC Utrecht onder de 17. Die met zijn mannen toeleeft, net als vorig seizoen, naar de bekerfinale. Die gespeeld gaat worden tegen AZ onder de 17. Heel graag tot volgende week met de laatste uitzending van dit seizoen.